Na 9 maanden zwanger zijn gaat het dan eindelijk gebeuren. Uw kindje wordt geboren. Soms begint de bevalling onverwachts doordat de vliezen breken. Bij andere vrouwen komen de weeën langzaam op gang. Als de weeën met steeds kortere tussenpozen komen, belt u de verloskundige. Zij komt bij u thuis, onderzoekt u en belt, als het zover is, het ziekenhuis. U kunt met de eigen auto naar het ziekenhuis of een taxi bellen. Wilt u de auto buiten parkeren? Rijd dan rechtdoor naar boven. U komt dan voor de ingang van het ziekenhuis en mag daar kort blijven staan. De zwangere kan uitstappen en alvast in de rolstoel plaatsnemen. U rijdt vervolgens het terrein af en parkeert de auto buiten op de parkeerplaats. Wilt u binnen parkeren? Rijd dan even verderop naar beneden de garage in. Probeer een plaatsje te vinden zo dicht mogelijk bij de ingang. Die zit in het midden van de garage. Bij de ingang staan rolstoelen. Hiervoor hebt u een 2-euro-munt nodig. 'S Avonds na 9 uur is de hoofdingang gesloten. De beveiliging is echter van uw komst op de hoogte. Vanaf de ingang gaat u met de lift naar de begane grond. U kunt niet rechtstreeks naar de eerste etage. Loop daarom in de centrale hal naar achter in het gebouw en pak de lift naar de eerste verdieping. De afdeling verloskunde zit op route 100. De verpleegkundige weet dat u komt en verwelkomt u op de afdeling. Vaak gaat u direct naar de kraamsuite. De verpleegkundige vertelt u wat er verder gaat gebeuren en laat u de ruimte zien. Ook doet ze nog enkele controles, zoals het luisteren naar de harttonen. Het Deventer ziekenhuis beschikt over 10 kraamsuites. Op een kraamsuite staat de zorg voor het gezin centraal. Ook na de bevalling verblijft u er samen met uw partner en baby. Vlak voor de bevalling worden de benodigde middelen op de kamer geplaatst. U hoeft dus niet naar een andere ruimte. De kraamsuites beschikken over een eigen douche- en toiletruimte. Uw partner kan blijven eten. Mocht u de nacht in het ziekenhuis doorbrengen, dan kan hij op de speciale bedbank slapen. Op de suite zijn koffie en thee aanwezig. Ook is er een koelkast en tv. De verpleegkundige of kraamverzorgster komt regelmatig controleren of de bevalling vordert. En hoe het met u gaat. Zij hebben het contact met uw verloskundige. Tijdens de bevalling mag er naast uw partner nog 1 extra persoon aanwezig zijn. Als de bevalling goed verloopt, krijgt u het kindje direct op de buik. De partner mag de navelstreng doorknippen en er is tijd voor het maken van foto's. Voor een goede moeder-kindbinding laten wij het kindje bloot op bloot bij u liggen. Hierna wordt de baby nagekeken. Na de bevalling is er een moment van rust. Tijd voor beschuit met muisjes en een paar telefoontjes om het thuisfront op de hoogte te brengen. Na de bevalling doen wij controles bij moeder en kind. De baby gaat in bad in verband met de hygiëne en mag eigen kleertjes aan. U mag afhankelijk van uw conditie onder de douche of wordt op bed gewassen. Als u weer in een schoon bed ligt, kunt u samen met uw partner bezoek ontvangen op de kraamsuite. U kunt er ook voor kiezen om thuis uw bezoek te ontvangen. Om u straks voor te bereiden op de situatie thuis, geven wij uw partner begeleiding in de verzorging van moeder en kind. De zorgvraag stemmen wij samen met u af. Voor u met ontslag gaat, neemt u contact op met de kraamzorg om af te spreken wanneer u thuis komt. Meestal mag u enkele uren na de bevalling alweer naar huis. Voor het vervoer van moeder en kind is het aan te raden een rolstoel te gebruiken. Indien nodig kunt u er een bij de hoofdingang of vanuit de parkeerkelder meenemen. Bij de lift in de parkeerkelder zijn plekken gereserveerd van 15 minuten voor het ophalen van patiënten. Hier kunt u dan gebruik van maken. Wij adviseren u het gebruik van het autostoeltje vooraf te testen.